Ik hoop dat jullie meegedaan hebben met de lessen en het schilderen van die drie cirkels in verschillende kleuren. Nou, we gaan nu met diezelfde oranje kleur gaan we, hoe kan het ook anders, een mandarijn schilderen. Nou, op mijn website kunnen jullie natuurlijk de afbeelding downloaden. En wat ik heb klaargezet in deze eerste les waar we het doek gaan prepareren, is mijn 30 bij 30 canvasbord. Nou, je kunt natuurlijk ook een kleinere of een grotere nemen, wat je wil. Een canvasbord is dunner dan een gewoon schilderdoek, maar het is wel behandeld met gesso, zodat het wel een mooie gladde en witte oppervlakte heeft. Nou, en ik zet het altijd tegen een MDF plaatje, 6 mm, want daarnaast zet ik dan altijd mijn voorbeeld in het zwart-wit, zoals je ziet. Een afdruk van de mandarijn. Nou, ik heb deze afbeelding gekozen zonder al te veel toestanden in de achtergrond. Die ga ik jullie er wel een beetje... Of jullie, die gaan wij er wel een beetje in schilderen. En nou ja, voordat we naar al die technieken toe gaan, moeten we natuurlijk er eerst voor zorgen, draai ik mijn camera iets meer naar mijn doek, om het doek te prepareren. Want in de fabriek zetten ze er een laagje gesso op. En gesso is zeg maar grondverf voor schilders. Nou, het fijnste is, voordat we de mandarijn erop gaan tekenen, is dat we het doek even een laagje geven. De olieverflagen trekken dan niet zo in het canvasbord. En we brengen een lichte kleur aan, zodat je gewoon nog de afbeelding er prima op kan tekenen. Hoe we dat tekenen gaan doen, dat ga ik straks vertellen. Nu eerst, wat heb je nodig om je doek een laagje te geven? Nou, ik heb mijn schilderpalet. Daar doe ik straks wat verf op. En ik zet een eerste laagje op met acrylverf. Je kunt ook witte gesso gebruiken, maar ik gebruik altijd acrylverf met een beetje kleur. En deze is van Galeria en heet Pale Umber. Nou, je kunt prima een beetje een zandkleur of een lichte grijze of heel zacht. Ja, geel is dan wat lastiger. Bijvoorbeeld heel licht blauw kan ook. Maar Pale Umber is een hele mooie, neutrale, een beetje, ja, hoe zal ik hem noemen? Kleikleur. Die ik eigenlijk heel vaak gebruik als eerste laagje om een doek te prepareren. Dat doe ik straks een beetje van op mijn palet. Nou, dan heb ik een plat kwastje. Plat vind ik fijn, want je kunt de verf te lekker en snel in één keer opzetten. Hoe ik dat ga doen, zie je zo. En ik heb een potje met water, want acrylverf is oplosbaar in water. Olieverf straks natuurlijk niet meer, maar dat is in de volgende lessen. En ik heb, maar ik zie dat mijn statief erop staat, een klein keukenrolletje, een stukje keukenrol om mijn penseel zo nu en dan mee af te vegen. Nou, wat ga je doen? Ik haal de deksel van de verf. Ik zit weer helemaal om mijn camera heen te hangen, dat is natuurlijk niet zo heel handig. Even kijken. Wacht even, doe even de deksel dicht, dan schud ik even een keer hard, want dan zakt de verf naar beneden, want anders sta ik zo hard in die... Kijk, daar komt hij. Dit is meer dan genoeg om mijn hele doek een kleurtje te geven. Nou, deksel erop en dan zet ik hem op zijn kop zo terug in de kast. Dan weet ik zeker dat ik de volgende keer de verf aan de bovenkant heb. Nou, wat ga ik doen? Ik leg dit paletje even weg, want ik heb mijn beide handen nu even nodig om te laten zien wat ik ga doen. Nou, ik laat de haren van het penseel, en dit is een vrij zachte hoor. Je moet niet zo'n hele harde synthetische penseel gebruiken, want dan krijg je echt van die groeven erin. En het moet wel een beetje een glad laagje krijgen. Nou, de haren van het penseel die laat ik volzuigen met water. Kijk, de druppels komen er vanaf. Maar die dep ik ietsje af aan de keukenrol. Even mijn handen wegzetten. Of mijn handen, mijn water. En dan pak ik de acrylverf. En dan ga ik mijn hele doek een dun laagje geven. Dat je kwast aanzet ziet of een klein beetje transparant nog je doek erdoorheen, het maakt niet uit. Het gaat erom dat je doek even een beetje wordt volgezogen met een laagje acrylverf. Of gesso, dat kan natuurlijk ook. Maar dan zou ik toch een kleurtje door de gesso doen. Ik schilder eigenlijk nooit op een heel wit doek. Nou, ik voel dat de verf een beetje droog wordt, dus ik doe weer een klein beetje water aan het penseel en die dep ik rechts van mij even een heel klein beetje af. Pak ik weer verf. Weer een beetje water, anders wordt hij echt te stroef. En het smeert zo lekker. Hop. Weer een beetje water. En je ziet, ik beweeg het penseel alle kanten op. En dat je die kwast aanzet ziet, maakt helemaal niks uit. Want dat gaan we dus straks gewoon helemaal onderschilderen met olieverf. Dus daar blijft niks van over. Even op het randje zetten, dan kan ik hem goed aan de onderkant meepakken. Dus we beginnen met acrylverf.
voor een olieverfschilderij. Dit kun je ook met olieverf doen, maar ik heb soms het geduld niet. Want dan wil ik natuurlijk hierna wil ik op gaan nemen hoe ik mijn afbeelding erop ga zetten. Weer een beetje water. Ja, dit is allemaal niet zo spannend natuurlijk. Dus ik denk dat ik het opzetten van de mandarijn maar gelijk straks in dezelfde video aansluit. Moet deze eerst even opdrogen, maar dat gaat snel hoor. Een kwartiertje. Maar hij moet wel, voordat je met potlood straks op gaat tekenen, moet hij wel echt wel droog zijn hoor, want anders dan haal je de verf er weer af. De randjes meenemen. Ja, dat speelt voordeel van acryl. Ook mijn kwasten zijn lekker schoon. Het is met olieverf altijd even meer werk. Maar goed. Nou, even hier een beetje meer verf, want anders is hij te schraal. Dan dek straks de olieverf niet goed. Wat ik zeg, die kwast aanzetten, helemaal geen probleem. Even een licht laagje over je doek. Nou, dan staat hij erop. En kunnen we met... Dan kunnen we met de opzet gaan beginnen van de mandarijn. Dus ik installeer me even. Ik laat het even drogen. Dan kom ik bij jullie terug. Nou, de acrylverf is opgedroogd. Ja, ik zie dat er twee vlekjes op zitten. Maar dat is geen enkel probleem, want we gaan er toch nog met de verf overheen. Ja, mijn stoel kraakt een beetje. Dat zal wel te horen zijn. Maar ik ben iets hoger gaan zitten. Want anders dan, ik moet om mijn camera heen. En dan zit ik veel te laag. En dan stroomt er op een gegeven moment geen bloed meer naar mijn vingers. Wat gaan we doen? We gaan de mandarijn de afbeelding overnemen op ons doek. En dat kan op twee manieren. Nou, bij de eerste manier, die is wat moeilijker. Maar als je begint met schilderen en je wilt ook echt een beetje verhoudingen leren. En hoe zet ik iets makkelijk over op mijn doek. Dan is dit echt een hele mooie techniek. Zo heb ik hem ook geleerd. De techniek die ik ook ga uitleggen, dus de tweede. Nou, die ga ik hier toepassen. Maar ik wil wel even vertellen hoe deze werkt. Nou, wat heb je daarvoor nodig? Je afbeelding, 30 bij 30 in dit geval, en dat is ook de maat van het doek. Dan heb je nodig een liniaal, een passer en een, ik heb hier een pastelpotlood of een krijtpotlood, maar je kunt ook gewoon een zacht 4B of zo potlood gebruiken. Nou, zoals je op de afbeelding ziet, heb ik in het midden, de afdruk is 30 bij 30, dus op 15 heb ik een verticale en een horizontale streep gezet en van de ene naar de andere hoek, precies door het midden, een diagonaal. Nou, even voor de duidelijkheid, als je datzelfde op je doek doet, dus hier halverwege een lijn, hier op 15 centimeter ook een lijn en een diagonaal door het snijpunt van het midden, dan neem je dus die lijnen, die potloodlijnen neem je over. Oké, vervolgens neem je je passer. Dan zet je je passer bijvoorbeeld altijd vanuit het midden probeer je dat. Dan denk je, oké, dit is het midden van de afdruk. En dan begint de buitenkant van de mandarijn. Ik doe het nu even met mijn linkerhand, terwijl ik rechts ben. Zit daar. Datzelfde doe je op je doek. Dus je gaat naar het midden en dan zet je even met het potloodje wat aan je passer zit, zet je even een lijntje. Vervolgens ga je weer vanuit het midden, eerst naar die diagonale lijn. Nou, dat is ongeveer dezelfde afstand. Datzelfde doe je op je doek. Je zet het puntje van de passer op het midden en bij de diagonaal zet je een klein streepje. Dat doe je ook aan de onderkant. Nou, daar is die wat kleiner zoals je ziet. Deze afmeting. Dat neem je ook weer over op deze. Op die manier kun je lijnen met een potlood met elkaar gaan verbinden. Alles meet je dus vanuit het midden, via de diagonaal of vanuit het midden. Dit zit een millimetertje naar rechts, dus dan denk je van oké, waar begint die? Even andersom natuurlijk. Hier zet ik de passer neer. Die ik doe met links, dat is heel onhandig. Ik ben echt heel erg rechts. Zo, en datzelfde, dan zet je zo'n streepje even hier. Dat doe je ook op je doek en dan net iets naar rechts begin je met dat tuitje. Dan meet je ook tot hoe lang die is. Nou, dat kun je wel een beetje zo uit de hand schetsen hoor. Ik bedoel, als het klaar is, dan hangt je voorbeeld nooit, als het goed is, naast je schilderij. Dus dat kun je wel een klein beetje, kun je daar een beetje mee spelen. Als de formaten maar een beetje kloppen en je zal zien, als je dit op je doek zet, ook al heb je een heel groot doek en je neemt hetzelfde over
op je paneel of op je schilderdoek, krijg je altijd de juiste verhoudingen en de juiste manier van afbeelding op je doek. Mag je een doek hebben van een meter bij een meter, dan past zo'n passer natuurlijk niet. Pak dan een grote liniaal en meet vanuit het midden en vanuit de diagonaal altijd hoe ver het is. Nou, dat neem je over op je doek. Een raster kan natuurlijk ook, hè, ruiten tekenen, doe ik ook heel vaak bij mij op les. Maar voor een afbeelding van dit formaat is dit een heel handige manier om je afbeelding mee op te zetten. Ik ga het nu even anders doen, want tekenen, ja, ik vind het heel erg leuk, maar het is voor heel veel, zeker die beginnen, is dat het allerlastigste. En ik zeg ook altijd, ik geef les in schilderen en niet in tekenen. Maar het is wel uiteindelijk, denk ik, waar het schilderen mee begint, hoor. Maar voor de manier waarop ik mijn afbeelding op mijn doek ga zetten, heb ik nodig houtskool. Ja, ik heb hier wat restjes in een potje zitten, maar je kan gewoon een klein houtskooltje aanschaffen. Een gummetje. En wat nog meer? Oh ja, een fixatief. Dat is een spuitbus. Het lijkt een beetje op haarlak. Dat spuit je straks over die afbeelding heen. Dan geeft het houtskool niet meer af, waardoor je er gemakkelijk overheen kan schilderen. Of als je er per ongeluk overheen wrijft, dan blijven de lijnen goed staan. Nou ja, ik kan me voorstellen dat niet iedereen fixatief in huis heeft. Wat ook een goed alternatief is, is gewoon haarlak. Werkt ook, geeft wel een klein filmlaagje over je afbeelding, hoor. Maar is een prima alternatief voor als je geen fixatief bij de hand hebt. Nou, en een pen. Wat ik heb gedaan met de houtskool, ik heb het al even voorbereid. Ik moet hem even ietsje dichterbij gaan zetten, want nu ga ik deze laten zien. Zo, kan dat duidelijk? Ik zet hem denk ik iets meer zo. Ja, kan ik er iets beter bij. En dan haal ik even mijn afbeeldingje van mijn MDF-plaatje af. En dan laat ik zien wat ik gedaan heb. Ik heb de achterkant van de mandarijnafbeelding heb ik volgekrast met de zwarte houtskool. Nou, je ziet het, hè? Ik heb het niet helemaal dichtgekrast. Dat hoeft ook niet, want houtskool neemt ontzettend snel over als je eroverheen gaat met de pen. Dus dat is in dit geval ook zo. Dus ik heb de print van de mandarijn. Dan moet ik even ook met mijn linkerhand erbij. En die klem ik op mijn doekje. En ik moet natuurlijk niet al te hard gaan drukken en wrijven, want dan krijg ik er alleen maar vlekken op. Nou ja, en ik zet het vast met een klemmetje. Heb je dat niet? Een stukje schildertape of gewoon een plakbandje werkt natuurlijk net zo goed. Nou, dan zit hij vast. En dan ga ik jullie laten zien wat ik doe. Ik zet jullie een klein beetje dichterbij. Want de mandarijn die moet in beeld zijn. En het hoeft heus niet helemaal het hele doek in beeld te zijn. Nou, wat ga je doen? Ik trek me even niks aan van die lijnen, hè, die ik er met potlood op heb gezet. Dat heb ik alleen maar gedaan om uit te leggen hoe je, als je wil gaan tekenen, de juiste verhoudingen op je doek krijgt. Ik ga al de lijnen overtrekken van de mandarijn. Dus het stokje, het flibbeltje daaronder. Hier zit een schaduwlijntje. Schaduw- en lichtlijntjes geef ik ook aan, hoor. Je zal merken dat hoe meer je aangeeft, hoe duidelijker het is als je straks gaat schilderen. Je ziet, dit zijn wat lichte streepjes, dus een dubbel lijntje. En ik steun heel iets met mijn pink op het doek, zoals je ziet. Nou ja, op die manier kan ik heb ik net even wat meer steun. En ik druk helemaal niet heel erg hard, hoor. Dat valt allemaal wel reuze mee. Daar zitten die schaduwlijntjes. Nou, dit is allemaal niet zo ingewikkeld. Ik heb ook niet een hele moeilijke afbeelding gekozen. Zeker als je net begint met schilderen. Maak het jezelf niet te moeilijk. En ik heb, wat ik al zei, ik heb expres gekozen voor een afbeelding zonder achtergrond. Die gaan we er gewoon zelf een beetje op schilderen. En dan kun je natuurlijk ook iedere kleur voor gebruiken die je wil. Wat wel heel belangrijk is, dat zijn de schaduwen die er straks onder komen. Zou je dat niet doen, dan zweeft je mandarijn in de lucht. Ja, het zou kunnen, maar dan is het een ballon en geen echte mandarijn. Hier zet ik even met een beetje een stippellijntje, hier ook nog iets omheen, daar waar de lichtval is. En dat zie je eigenlijk op zo'n zwart-wit afbeelding altijd heel goed, hè? Want we moeten natuurlijk wel straks een beetje de illusie wekken dat het een schil is. Hier zie ik ook nog een klein beetje meer licht op die kant. Zie je dat hier? Nou, en dan het blaadje. Schiet uit met de kont. Meestal leg ik hem zo'n kleine afbeelding plat voor me neer, hoor.
Zit makkelijker dan op de ezel, maar mijn statief is daar niet geschikt voor. Ik heb weer een goedkope gehaald. Ik had beter een goede kunnen kopen die ik alle kanten op kan bewegen. Maar oké, nou hier is het midden van het blad. En dan zie je hier die nerfjes. Hier ook een beetje die lichtval zo. Nou, til ik hem even op en kijk ik even wat er gebeurt. Dat hij er nog een beetje goed op staat. Ja. Nou, hier zit nog wel een schaduwlijntje onder de blaadjes. Natuurlijk logisch, want er valt een beetje schaduw op de mandarijn. En dan staat hij erop en dan maak ik de klemmetjes los. Hopla. Nou, dan zie ik, en daarom heb ik even een gummetje erbij gepakt. Haal ik een klein beetje van die vlekjes weg, want als ik, en dat zul je zien hoor, als ik de fixatief er overheen spuit, komen die vlekjes soms een beetje naar voren. Dat is zeker niet erg, die schilderen we eronder. Hier heb ik de fixatief. En vanaf een afstandje spuit ik daar neer. Kijk, dan zie je meteen die lijnen duidelijker worden. En je ziet het, hoe weinig ik erop spuit. Het stinkt wel. Ik zit hier binnen. Je kan best wel even buiten gaan staan, denk ik. Nou, geef gelijk de houtskool niet meer af. Doe je dat als je er niks op hebt, dan veeg je zo je afbeelding weer weg, hoor. Nou, hij staat erop. Ik denk dat dat wel bij jullie allemaal gaat lukken. We gaan met schilderen beginnen.